ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Yeah, welkom terug bij de 5. De 5 van Daddy, gasten. We zijn terug bij de 5 van Daddy. En wat is deze 5 dan? Dat zijn de 5 beste money glitches die op dit moment op mijn kanaal staan en nog steeds werken. Je kunt ze vinden in mijn afspeellijsten. En de link staat hier beneden bij in de beschrijving. Oké, laten we beginnen met nummer 5. En nummer 5 is een AFK money glitch. Een AFK wil zeggen away from keyboard. Oftewel, je hoeft niet achter je PlayStation te zitten om deze money glitch te kunnen doen. AFK, dus lekker gaan slapen of naar school gaan of weggaan. Samen met iemand anders. Ja, AFK jobs werken alleen met iemand anders samen. Solo zijn deze helaas, zijn gewoon niet voorhanden. Dus je moet hiervoor iemand anders hebben, maar dan kan je AFK binnen een paar uurtjes met gemak een 500.000 verdienen. Dus dit is zeker nog altijd een van de betere glitches, AFK. Oké, dat was nummertje 5. Nummer 4, en dat moet deze zijn. Dit is de apartment glitch. Ja, jullie kennen hem als apartment glitch, waarin je steeds de stijl van je high-end penthouse apartment moet veranderen. Die glitch die werkt nog steeds en die werkt heel goed. Er is later een andere methode voorgekomen waarbij je de ISI makkelijker kon dupliceren met die iets kleinere MOC. Nou ja, goed. Check de video. Link staat in de beschrijving. Hè. Hele playlist staat daar met alle money glitches die in deze top 5 worden besproken. Maar goed, op nummer 4. Dus de apartment glitch. Yeah. En dan zijn we aanbeland bij nummer 3. En op nummer 3 zitten we met een gedeelde derde plaats. Want wat is er aan de hand? Er is een arena glitch gaande. En die kan je solo doen. Maar die is wel lastig, want hij is solo wel te doen, maar dan moet je een beetje geluk hebben. Of je kan hem met een vriend doen, dus ex aequo is deze nummer 3. De arena glitch. En wat moet je bij de arena glitch doen? Dan moet je glitch out zien te raken achter de career wall. En dan moet je random players gaan joinen als je het solo gaat doen. Of een vriend als je het met iemand anders kan doen. Dat zou het leven een heel stuk beter maken. Als je eenmaal glitch out bent, kan je onbeperkt blijven dupliceren. Dus dan kan je onbeperkt door blijven gaan. Hoef je niet steeds opnieuw te beginnen. Dit is een hele goede money glitch. Als je onbeperkt wilt door dupliceren. Solo of eventueel met een vriend. Ja. Maar wel een hele goede money glitch. Yeah. En dan zijn we aangekomen bij nummer 2. En dat is deze. Dit is een PlayStation 4 glitch. Eén van de allerbeste op de PlayStation. Ja. Dan moet je wel 2 PlayStations bezitten. Dat is echt het allerbeste. Dan is dit by far de beste glitch. Maar als je een hele goede vriend hebt, of een broer of een zus, of echt iemand die je persoonlijk kent en die je hiermee kan helpen, is dit voor de PlayStation een zeer goede alles voor niks kopen glitch. Yeah! Alles voor niks kopen, gasten. Echt serieus. Een hele goede, serieuze money glitch. Hier kan je echt heel veel geld mee maken. Maar ja, nogmaals, je moet wel iemand hebben die je kan vertrouwen. Anders is dit niks voor jullie. Nee. Maar goed, alles voor niks kopen. PlayStation 4, ja zeker. Dit is een hele goede. En dan zijn we aangekomen bij de nummer 1. Yeah. Dit is mijn gasten. Dit is by far de allerbeste money glitch op dit moment. Dit is de Fast Farming Duplication, waarin je iedere 3 minuten, iedere 3 minuten 1,8 miljoen GTA dollars kunt verdienen. Yeah! Daar heb je voor nodig een vriendje of een vriendinnetje die je erbij helpt bij de setup. Maar als de setup eenmaal geslaagd is, als je de setup eenmaal gedaan hebt, dan kan je onbeperkt blijven dupliceren. Onbeperkt achter elkaar, iedere 3 minuten 1,8 miljoen GTA dollars. Yeah! Heb je wel voor nodig een MOC, een bunker, een CEO garage met een CEO modshop en vriendje die je helpt. Ah, deze is goed, gasten.
Ga er nog even snel gebruik van maken. Ik zeg voordat je te laat bent. Snel geld verdienen voordat de casino er is. Yeah, casino, casino, casino. And the cool signing out till next time.